In gesprek met Manouk voor de Leven Zonder Stress wintertour. Op visite in, mogen we dat zeggen, waar we zitten? Ja hoor, VV. Niet je vijf. Niet Wervershoofd. Huh? weer heet het hier, hè? Uh -huh. Ja, ik moest aan Wervershoofd denk ik. ik weet niet, ook iets met een W. Dankjewel voor je gastvrijheid hier. Ja. Om met mij te praten. Ik kwam je tegen op YouTube. Daar heb je een x-aantal video's gemaakt. Gewoon in je eentje. Waarin je uh, ja, een beetje gedachtenspinsels met ons deelt. Ja. Uh, ik noem je nu Manouk, maar zo heb je niet altijd Geheten, oh ja, dat hè? komt gelijk to the point. Ja, ja. nee, dat klopt. Ik heb een transitie meegemaakt. Oké, okay. um, van? Ja, nou, dan wil je het heel erg bij woorden benoemen, maar voor mij voelt het gewoon, ik, ik ben als jongen geboren en nu ben ik gewoon mezelf. Ik ja. hou er niet zo van om, uh, je, je kan het verwoorden als ik ben een trantvrouw, je bent een man geweest, je bent nu een vrouw mm -hmm. en zo zeg ik het eigenlijk nooit. Ik heb gewoon zoiets van nee, ik ben als jongen geboren, daar identificeerde ik me ook mee en nu ben ik uh, mezelf. En, Vrouw, eigenlijk. Maar... En zie jij het als een compliment dat ik dat totaal niet door had totdat jij het zei? Eigenlijk merk ik dat, ik weet niet hoe het overkomt, ik flap het er gewoon uit. Ik neem het niet aan als een compliment, ook niet als kritiek. Het is gewoon wat het is. Ja. Uh, ik heb er zelf helemaal vrede mee gekregen, waardoor, um, ja, hoe kan je het anders uitleggen? Dat ik daar verder los van sta, dus je staat ook los van de kritiek, maar eigenlijk ergens ook los van de complimenten. Het, 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 het is gewoon goed. Ja, zeg maar. En vind, je, vind je het stom als ik daarover vraag? Want nee hoor, nee. Vraag, vraag, uh... vraag maar raak show. Want, ja. ja, ik vind het gewoon interessant. Omdat het, ja, dat is iets wat ik, uh, ik weet natuurlijk wel dat het meer gaande is. En um, ja, wat wil ik daar eigenlijk allemaal over weten? Nou ja, ja, dan wordt natuurlijk altijd wel gevraagd van hoe lang geleden heb je die transitie ingezet dan? Uh, ik ben op mijn 22 e heb ik gewoon eens iets gehad van hé, hey, maar... Um... Nee, vroeger al. Ik heb vroeger had ik al een fase en, um, wacht, ik ga eventjes nadenken over mijn antwoord, anders verlap ik het eruit. Ja. Um, ik heb fases gehad in mijn leven en op mijn 22e dacht ik gewoon van, weet je, hè, misschien uh, moet ik het gewoon maar omarmen en het niet uh, aan de kant zetten. Misschien is het gewoon een fase waar ik doorheen moet. En dat is, ja, een soort van ook gebeurd, alleen op een andere manier dan ik dacht. Uh, ja, dus nu. Ben ik wie ik nu ben? Ja, en dat is een jaartje of acht, negen geleden, zo'n beetje? Tien. Tien. Ja. Oh, je hebt net. Wordt dat gevierd ook dan of zo? Net zoals je een verjaardag viert. Nee hoor. Nogmaals, ik hecht er niet zoveel waarde aan. Uh, er, het is een ontzettende topic. Uh, nu ook, omdat uh, het is best wel de focus is, zeg maar. Van? Uh, nee, Van nu, zeg maar van dit gesprek. Ja. Um, ja, alleen in het begin even hoor. Dan gaat nee, het eruit. Nee, maar ik, ik, noem, ik noem het gewoon zoals het is, zonder mm -hmm. oordeel of kritiek of wat dan ook. Maar ik bedoel meer dat op het moment dat je dat noemt, hebben mensen vaak: wow, oké, okay, en hoe zit dat dan? Ja, je wordt nieuwsgierig. Terwijl voor mij is het gewoon echt van: nee, het is wat het is. Maar dat heb ik ook bij andere uh, mensen ja. die een transitie hebben meegemaakt, heb ik gewoon zoiets van: nou, jij hebt wat meer verhaal. En ik ben wel nieuwsgierig naar de persoon, maar niet opeens meer naar: hé, hey, maar hoe zat dat daarvoor dan? Voor mij. Um, ja, dat, daar kijk ik anders naar. Ja. En is de, dus, dat is eigenlijk een soort hoofdstuk wat afgesloten is, een boek wat dicht is. Nee, nee. Het is gewoon dat ik er niet zo naar kijk als vroeger was je dat en nu ben je dat. Het mm. is meer, je bent een persoon en die heeft ontwikkelingen meegemaakt. Ja. Alleen zijn die ontwikkelingen misschien anders dan anderen hebben meegemaakt. Um, alleen kijk ik er minder naar vanuit de stereotypes, denk ik. Vanuit, Stereotypes? Ja, ja. er moet wel vaak echt een woord aan geplakt worden. Uh, dit was het. Dus dan ging het op die manier. En dan ben je nu dit. En dan houdt dat dat in. En daar wordt dan vaak naar gevraagd van hey, maar hoe werkt dat? En ik sta er eigenlijk helemaal anders in. Dus je zou bij mij, ja, dat merk je nu al hele andere antwoorden. Krijgen. Ja, nee, Dat ging niet. Je moet antwoorden zoals je dat zelf wil. Ja, ik vraag er ook naar, want er zullen ook luisteraars zijn die misschien ook met het idee spelen om een transitie door te gaan. En, en heb je daar, heb je voor uh, zo iemand dat misschien. Advies, of daarom vraag ik ook een beetje naar jouw verhaal. Hè? Want dan kunnen ze zich erin herkennen, en dan denken ze misschien van: Nou, uh, oh ja, dat herken ik, en dat heb ik ook gehad, en dit heb ik ook gehad. Kun, wil je ons daar wat over vertellen? Ik zou eigenlijk gewoon, maar dat geef ik aan iedereen mee. Niet alleen in transitie, wees gewoon jezelf en leer. Los te komen te zijn van de mening van een ander. En dat had ik toen, vond ik dat heel erg moeilijk. Want ik heb aan iedereen gevraagd: hé, hey, spreek we me met zij aan, spreek ik me goed aan, en ik wil dat heel graag op mijn manier. Ja. Maar op het moment dat je gewoon gaat ontdekken over met je eigen uiterlijk en je eigen persoonlijkheid. Uh, en gewoon doet aan de hand van wat voor jou goed voelt en daarin groeit, dan kom je uiteindelijk wel uit waar je uit wil komen. En dat is voor iedereen anders. Of je nou. Ja, ergens anders opvalt of dat je er anders uit wil zien. Stel jij als man zijn of identificeer je man zijn, heb ze iets. Maar ik wil gewoon nagelijk dragen, want ik ben nieuwsgierig wat het met me doet. Doe het. Ja. En ja, ik krijg reacties, maar die reacties moet je dan gewoon gaan. Uh, ja, ik kan wel zeggen hoe ik daar naar kijk, of, hoe, ombuigen. Mm -hmm. Zodat je het niet meer gaat zien als kritiek. Uh, mijn ervaring is, ik, weet je, je krijgt regelmatig haat. Uh, en mijn gevoel daarbij is dat. Toen ik zelf nog dus als jongen door het leven ging, had ik ook een bepaalde blik voor mensen die zich helemaal vrij voelden. Maar in mijn levenssituatie toen had ik niet de vrijheid om mezelf te kunnen zijn, ja. waardoor je een stukje kritiek krijgt naar de ander automatisch, omdat je daar gewoon geen ruimte voor hebt. En eigenlijk ja. is dat ook mijn beeld nu geworden bij andere mensen die om een of andere reden haat hebben naar mij over hoe ik mijn leven leef. Hebben denk ik zelf niet de vrijheid om te zijn wie zij ja, precies, dat is het. willen zijn. Um, en ik heb daar dan ook geen oordeel bij. Ik heb uh, weet je, laatst hoorde ik nog in een podcast: kun jij vrede hebben met de mensen die je haat? En ik heb zoiets van: ah, weet je, ik wil niet in elkaar geslagen worden. Ik wil laat me lekker met de rust. Maar als je een hekel aan me hebt. Heb... Maar waarom zou ik in godsnaam een hekel aan jou? Nee, nee niet jij. Nee, Maak maar het in het algemeen. In het algemeen, ja, maar mensen hebben hun eigen redenen. En daar sta ik los van. En ja. op het moment dat een ander een reden heeft om mij niet te mogen. Uh, ik merk wel dat als ik het uit dat het me raakt. Natuurlijk heb je gewoon liever dat mensen die je mogen. Dat ja. je het goed voelt. Ja. Uh, maar ik ga daar, ja, ik ben daar los van merk ik gaan staan. Want iemand die staat in ieder geval niet open voor contact. Die wil alleen een soort van negatieve energie met je delen. Ja. En daar, dat wil ik niet. Maar je schrijft snijdt iets heel moois aan. Uh, stel, ik word heel erg onderdrukt door het geloof. Waar ik in moet geloven van mijn familie. Ik word heel erg onderdrukt door het schoolsysteem. Ik word heel erg onderdrukt door de baas voor wie ik werk. Ja, dan ben ik de eerste die commentaar heeft op jou. Want jij durf je wel zo te uiten zoals je bent en zoals je je voelt. En ja, dat doet mij dan zeer. Dus het, het zegt eigenlijk alleen maar iets over mijn situatie als een commentaar lever op jou, toch? Ja, maar zo zou ik het niet verwoorden naar die persoon zelf. Waarom niet? Omdat dat eigenlijk de rechtstreekse strijd. Aan te is. gevaarlijk. Nee, het is geen gevaarlijk. Het is gewoon ik ga rechtstreeks dan, stel jij hebt er geloof, waardoor ja. jij niet waardoor jij niet achter mijn besluiten staat. Ja. En door jouw geloof te benoemen, ga ik eigenlijk rechtstreeks een confronterende standpunt aan. Waarvan ik weet, nou dat heeft eigenlijk geen zin, want jij gelooft waar jij in gelooft en ik geloof waar ik in geloof. Mm -hmm. Terwijl ik benoem het liever, het is een beetje een soort van ontwapende communicatie noemen mensen dat. Maar dat doe ik Geweldloos Geweld, Ja, ontwapende. Ik, ik heb het als ontwapend opgeslagen, als in ik praat gewoon vanuit mijn eigen perspectief. Ik zeg gewoon van ik ben wie ik ben en ik laat jou vrij in wie jij wil zijn en als het voor jou niet goed voelt, ja. Dan prima, maar ik wil de strijd aangaan. Nee, dat hoeft ook niet. Dat, maar het is wel fijn voor, voor, voor mezelf. Daar, ik zeg de strijd dus aan mezelf. Te gaan? Nee, om te weten waar het vandaan komt. Weet je, waarom heeft die ander commentaar op mij? Ik heb de, en dan ga ik dat ook niet. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd, en het heeft inderdaad geen zin om dat uit te spreken aan een ander. maar dan heb ik, kan ik er zelf meer vrede mee hebben, want dan zie ik waar het, waar het vandaan komt of zo. Dat vind ik, als ik daar eerlijk over mag zijn, vind ik dat als iets om nog bij jezelf, bij. Te graven. Want al dat. Um, ik, ik flap eruit gewoon. Als je een stukje bevestiging bij een ander nodig hebt. om zelf rust te hebben. dan ligt dus een stukje gevoel bij de ander. Waardoor jij je niet rustig kan voelen. tot een ander eigenlijk zegt wat je graag zou willen horen. los van welke kant dat op gaat. Nee, maar het is meer voor mezelf. Eh, Boeddha zei het al. To understand everything is to forgive everything. Als ik voel dat ik naar jou toe iets. Weet ik niet, dat ik jou iets niet gun of dat ik jaloers ben op iets van jou. Ja, dat zit in mij, toch? Dus dan moet ik inderdaad met mezelf aan de slag. En dan ga ik het voor mezelf een soort van uitleggen. En dat, ja, ja, maar dat dat is, ja, maar dat snap ik. Ja, maar dat, dat, dat helpt anders, mij. Maar dat is wat anders dan dat je net zei dat je de, het gesprek aangaat... omdat je eigenlijk Oh, nee, 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 nee. nee, nee. Oh, dan nee, nee, dat, nee, ja, maar ik ga. Ik, nee, want dat heeft inderdaad geen zin. Um, ik, ja, er zijn zoveel dingen interessant aan jou... Um, Zullen we dan ook het onderwerp autisme met hem maar meteen bijpakken? Ja, pak maar gewoon wat. Dan hebben we, dan was, hebben dan we ja. dat afgestreept en dan, omdat dat nog, ja, dat zijn allemaal dingen die ik interessant vind. Gewoon, uh, hoe werkt dat bij jou, uh, jouw brein? Hoe -hoe. <laughs> ja, ik vind het interessant. <laughs> hoe leg ik dat uit? Ik weet niet. Ik kan, ik kan met een voorbeeld kan ik zeggen hoe ik er anders naar kijk. Ja. Ik heb gewoon het gevoel dat mensen met autisme leven vanuit hele andere normen. En als je vanuit normen en waarden en als je kijkt naar wel toch het kanaal non-dualiteit, ja. dacht, dacht ik eigenlijk vandaag zoiets van. Ik heb het gevoel dat mensen met atisme standaard non-dualistisch zijn. Ja. En mensen die, ja, die typisch zijn, om het zo maar te zeggen, uh, dualistisch zijn, is dat zeg maar. En uh, daar is niet een goed of fout in. Maar dat is zo'n ander perspectief, waardoor je naar de waarmee je naar de wereld kijkt. Dus dan krijg je een meningsverschil. Maar omdat wel de hele maatschappij werkt op een neurotypische manier. Um, ja, dan krijg je hele kromme situaties, zeg maar. Want ja, ja dat, dat, dat werkt niet zo goed. Maar dat jij ziet dus zie jij de wereld dan als één verschijning, zoals me dat zo vaak verteld wordt in non-dualiteit? Eén verschijning? Ja, dat dit hier gewoon allemaal in jou verschijnt en dat er eigenlijk geen onderscheid is tussen jou en de papagaai en dit apparaat en, en dit glaasje water. Of maak jij wel onderscheid? Ja, maar dat is helemaal jezelf u het eigenlijk zelf invult, toch? Ja, nee, je kan er alle kanten mee op met dat onderwerp non-dualiteit. Maar ja, het, het geeft mij altijd wel geruststelling dat ik gewoon weet, ja, ik, ik zit hier eigenlijk met mezelf te praten. Oh nee, dat heb ik niet. Nee? Ik, kijk, ik kijk naar vanuit energieën. Alles okay. heeft een energie. Trilling. Uh, ja, je zou kunnen zeggen frequentie. Maar ik denk dan heel erg vanuit energie en alles heeft zijn eigen energie. En dat kun je vertalen tot intelligentie, want mensen spreken toch wel meer vanuit intelligentie. En ik denk van alles heeft een vorm van zijn zeg maar en ik klinkt misschien gek want dan kijk je van ja maar alles om je heen en ik heb zoiets van als je kijkt naar objecten heb ik zoiets van ja maar dat is wel echt basic. die die dat is een beetje hetzelfde als dat je naar een steen kijkt zeg maar uh, maar bij dieren ja als je begint met mij over dieren dan blijf ik praten want ik ik uh, ik hou van me verdiepen van intelligentie en dieren en bewustzijn maar ja daar ga je daar ga ik dan wel weer het conflict over hebben met mensen want heel veel mensen hebben een standpunt over uh, ja, over dieren en over hoe dieren zijn... dat ik echt denk van hoe kun je er zo naar kijken? Ja, hoe hoe kijk zo... jij daarnaar dan? Voor mijn gevoel zijn alle dieren zijn, hebben een vorm van bewustzijn. En wij hebben dan menselijke manieren gevonden... om de bewustzijn te peilen ja. met een spiegeltest. En ik heb dan zoiets, zeg maar, wacht eventjes. Stel je bent een eekhoorn en je leeft in de natuur en alles is eng en je moet constant opletten of je mogelijk dood kan gaan. Ja. Op het moment dat jij daar een gedachte ziet in een spiegel in je reflectie, denk je als eerst van, wegwezen hier. Tuurlijk denk je dan weg. Alleen op het moment dat een beestje de intelligentie heeft en dat de kennis heeft om nieuwsgierig te kunnen zijn naar hetgene wat er nu wordt voorgeschoteld, dan hebben ze zoiets van, maar wat zie ik hier? En dan... En dan kun je nog denken van hé maar honden reageren daar weer anders op. Maar ze hebben nu een knoppensysteem ontwikkeld. Die komen communicatiesystemen voor dieren. Uh, waardoor nu een hond kan vertellen waar hij over droomt. En vragen gaat stellen aan de hand van zijn eigen spiegel. Echt? Maar die wordt erin geholpen. Die krijgt onze middelen ja. om uit te kunnen leggen. Ja. En ik heb zoiets van maar dieren snappen elkaar toch ook. Dan is het toch gewoon een kwestie van hun. Uh, ja ik merk dat ik nu een beetje de draad kwijtraak. Um, ik help je wel. Ik had laatst letterlijk een voorbeeld dus hoe klein dat ook was. Ik was aan het verven, uh, buiten zeg maar, en ik, er zat een, uh, een mugje, zat er klem in een spinnenweb. Maar dat, die spin was er al niet meer, want die moest ik wegvegen. Dus ik dacht van ja, dat beestje dat gaat er alleen maar dood. Dus ik ging hem heel voorzichtig losmaken. Wow. En ik heb dan zoiets van, je ziet eigenlijk gewoon, het is een emotie, het is angst, dat beestje wil niet dood. En die zal misschien niet nadenken van, goh, maar wat is dat gedaante en oh, wat zal ik morgen gaan doen? Maar die ervaart wel een emotie en ik heb zoiets van als je een emotie ervaart, is er een vorm van uh, bewustzijn. Maar dan ga ik heel diep, want hoe ik naar bewustzijn kijk, is dat gewoon letterlijk uh, heel veel bronnen van informatie die uiteindelijk met elkaar in overleg gaan, waardoor je het, je zou het een illusie kunnen noemen, maar tegelijkertijd ook het besef van een bewustzijn, maar wie bepaalt wanneer het bewustzijn genoeg is, weet je? En mensen bepalen dat dat voor dieren, dat die zijn niet bewust genoeg. Die zijn dom. Mensen zijn intelligent en dat, dat uh, ja, ja dat kreeg je slecht, hè? Je bent ook vegan? Nou, vegetarisch. Oké, okay. uh, ik merk dat, uh, maar het is wel een bewuste keuze. Dat vind ik ook een interessant onderwerp. Keuzes? Uh, nou, nee, bewuste keuzes. Ik eet heel soms vlees. Alleen weet ik dan wel wat ik eet en ik weet waar die beesten doorheen komen. Dus ik weet zeker dat als ik... Ik heb laatst dan een kip gegeten bij mijn vader op visite. En ik, ik, ik spreek letterlijk in mijn hoofd een dankjewel uit. Omdat ik echt, en ik merk dat ik er emotioneel voor word als ik erover spreek. Omdat ik weet waar die kippen doorheen gaan. Ja. Op, überhaupt voordat ze op ons bord komen. Voel je je dan schuldig? Nee, want ik maak een keuze en daar sta ik achter. Dus ik ga me dan niet schuldig voelen. Want ik sta op dat moment achter mijn keuze. Maar je kan je toch ook achteraf schuldig voelen om iets? Ja, nee, maar dan kun je achteraf met jezelf in gesprek gaan. Ik vind je schuldig voelen is een, is een energie met je mee meesleurig die jij niet meer destructief is ja, voor die je jezelf. Niet dient. Wacht, we moeten je microfoon nog even. Als het kan. Oh, ja, ik ga, naar, ik ga naar achter. Merk ja, maar je, ik. je hebt een mooie stem, een mooie donkere stem. Dus die willen we graag uh, goed kunnen vangen. Een donkere stem. Ja. Heb je dat eerder gehoord? Nee. Ja, ik denk in de radio termen de timbres de, de van stemmen. Bij mij wordt ook altijd gezegd ik een donkere stem met veel laag erin. Het is sinds kort pas. Ik deed voor, vroeger deed ik al mijn stem, deed ik heel erg vervormen. Zeg maar heel erg. Ik wilde natuurlijk dat het vrouwelijk klonk. Oh ja. Terwijl nu heb ik eigenlijk zoiets van, weet je, ik wil gewoon mezelf zijn. Ja. Dus als je stem naar beneden wordt getrokken, want ik, ik ben van mezelf wat meer, ik wil niet zeggen moppetig. Maar mijn stem is redelijk snel. T -t 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 -t. Ik kan redelijk snel gaan een beetje klagen? sarcastisch zijn of niet klagen. Maar weet je, zelfs met Luna en mijn papegaai ga ik soms een beetje, ja, vanuit een wat zwaardere stem ga ik een beetje plagen en klieren. Okay. Dat klinkt wat meer gewoon voor mezelf. Um, Krijgen we dat daar ook nog te horen? Nee, want dat gaat niet <racht> op commando. Uh oh, dat gaat vanzelf. Ja, gewoon hoe het klinkt, zo komt het eruit en zo ben ik. Ik wil nog graag vragen naar een man uh, die belangrijk was in jouw leven, Rob. Ja. Dat was jouw beste vriend. Daarover hoorde ik je in je vlogs praten. Um, ja, Rob die leeft niet meer, hè? Nee. Um, ja, wat is daar in eerste instantie het meest interessant aan? Nou ja, Wie was Rob? En hoe heb je Rob leren kennen? En wat, wat deed je allemaal met hem? Het zijn drie vragen in één, maar... Dat is een beetje... Uh, um, ik zat toen in een hele andere fase. Uh, Om dat er ook maar gewoon open uit te zeggen. Ik blootte toen ook soms. Ja. Nu niet meer. Dat was gewoon een hele andere fase. Uh, hoe ga ik daaraan beginnen dat het een rode draad is? Ik heb een ontzettende zoektocht gehad naar mezelf, Losse van mijn transitie ook naar mijn mentaal. En ik weet wel dat ik toen in mijn oude relatie, dat ik echt zoiets had van, spreek ik een andere taal of zo? Waarom begrijpt niemand mij? Ja. Hoe ik zeg iets en iemand anders interpreteert het helemaal anders dan hoe ik het bedoel. Um, en toen kwam ik dus Rob tegen en dat was via via. Hij zou mijn computer repareren. Hij had een vriend van mij leren kennen. En die zei gelijk bij binnenkomst van, ben jij autistisch of zo? En dat was voor mij, ik, ik zag autisme nog als een scheldwoord. Dus ja. ik had van nee. Ik was van, wat zeg jij nou? En ik had zo meteen nog zoiets van nou, ik weet niet hoe ik me hierbij moet voelen. Maar uiteindelijk hadden we een hele leuke klik. En ik merkte dat ik gewoon helemaal mezelf bij hem kon zijn. En natuurlijk, omdat we toen bloden, dat deden we dan samen en dat versterkte het eigenlijk alleen maar. Um, en, maar hij, ja, hij had echt wel had best wel wat in zijn leven en strijd meegemaakt. Gewoon iets wat ik wel echt herken, vooral bij mannen met autisme. Want dat komt gewoon anders naar voren bij mannen merk je gewoon een soort van um, Boosheid, hè? Nee, niet bij allemaal. Nee, en ja, dat dus zei wel, je me daar straks op de bank. Nee, ver. maar je ziet wel veel. Uh, ik snap wel dat frustratie. Er, ik het zo zeggen. Ik snap heel goed als er bij mannelijke artiesten woede bij komt. omdat dat is bijna de kernemotie van een man, Zodat ik het er zo uitklap. Ja? ja, ik zie vanuit de als ik ik heb geleefd op testosteron en dan moest er geen. En vanaf het moment dat de testosteron weg trok, Verdamend eigenlijk de, eerder de frustraties, eerder naar tranen. Oh. Dat is gewoon, en ik had in één keer zes gedachtengangen erbij. En dat, ja. maakt het, daar, ik heb, dat maakt het wel makkelijker om tot bewustzijn te komen. Want je kunt in één keer meer kanten bekijken. Maar het is zo'n andere manier van zijn. Waarbij ik begrijp dat mannen met autisme eerder boos worden. Want ja. als jongen had ik ook eerder. Uh, dat ik, als ik echt overliep. Bedwijn ik boos. Tot nu schiet ik in tranen of word ik angstig. Dat oh, was heel... overliep van, van prikkels of emoties. Of... Ja, als ik gewoon echt niet meer wist hoe met de situatie om moest gaan, ja. dan werd ik, werd ik boos. Want dat was het enige wat eruit kon ja. komen. Maar werd Rob dan. Nee, Rob was zelf niet autistisch. Hè? Jawel. Ook. Ja, maar hij had dat niet. Hij had een stukje en dat vond ik wel heel mooi. Hij had gewoon acceptatie. Hij accepteerde mensen gewoon totaal. Dus hij zag geen kwaad. Ja. Uh, en dat had ik zelf eerlijk gezegd ook niet. Tot, um, ja, dat is een ander filmpje nog, maar toen het uitging met wow, dit raakt een hoop emoties. Um, toen het uitging zeg maar um, gingen bij mij een deurtje open met zeg maar. met mijn ex vriendin was dat. Ja. Ik wist al dat white lies en leugentjes bestonden, maar voor mij was het bestond het niet dat mensen iets zeggen, maar iets anders bedoelen. Hmm. Dus dat er letterlijk een tweede verhaal op de achtergrond schuilt. Dat bestond niet. Dus toen ik erachter kwam dat dat wel het geval was... Uh, want zij had al heel snel eigenlijk binnen dat het logisch was... had zij een relatie met meerdere anderen. En ook, dat ik echt dacht van, maar wacht, dit... Die kende je al? Nou, ja, ik kende ze wel, maar dat doet er eigenlijk niet echt toe. En maar en kende zij is... hun al, dus... Was dat de, wat was de white line? Nou, dan? De, nee, het was geen white line. Het was gewoon meer dat op het moment dat je naar de relatie zit met iemand en die relatie gaat uit en iemand heeft in drie dagen uh, drie nieuwe relaties, hmm. zeg maar, open relaties, daar, daar is iets aan voor dat gegaan. daar is al over gesproken voordat ja. dat dat kan niet in twee dagen. Dat is gewoon, dus ik had echt zoiets van, maar dat klikt bij mij niet. Ik had zoiets van wat gebeurt hier nou? Um, waardoor er al een deurtje openging over. Ik merkte dat ik of met de kwijt ben over. Voor, voor mij, zeg maar. Uh, nu hoe dat in contact is met Rob. Er zit een draadje, maar ik ben hem kwijt. <laughs> um, nou, Rob. Rob was je beste vriend. Je hebt met Rob geen relatie gehad. Rob had zelf, uh, ook, was ook autistisch, zeg je. Oh ja, dat ja, zou ik zeggen. Sorry. Ja. Het is meer over het kwaad zien. Hij zag het ook niet. Dus geen de, kwaad zien? Ja, geen. geen Zechte um, intentie. Geen, uh, geen, achter, geen achterdocht of zo. Dat was er gewoon niet. Dat was ja. gewoon op dat moment wat het was. Zij accepteerde het gewoon. Dus het had wel heel veel verdriet en pijn, maar geen woede ernaar. Ja. Dus, um, waarom is Rob niet meer onder ons? Ja, omdat hij uh, uh, kanker kreeg. Ah. En uh, toen heb ik drie maanden voor hem gezorgd. Ja, dat was zo oudje. Nog steeds eigenlijk wel. Ja, natuurlijk. Hoe oud is Rob geworden dan? Uh, volgens mij was hij 52. Oké. Okay. Dus niet echt heel oud. En hoe lang is dat nu geleden dat hij overleden is? Een jaar. Oké. Okay. Want jij sprak over iets. Je zei iets heel moois in een van je vlogs. Dat je, als je bij Rob was. dan kreeg je een heel erg gelukzalig gevoel van binnen of zo. Ja, je voelde je, je, voelde je helemaal zen en helemaal. Ja, Blij. het is wel grappig, want ik, merk, ik ben al bewust van welke snaar het bij mij nu raakt. Datgene wat ik bij op had, heb ik eigenlijk nog niet weer gevonden. Want dat kan ook niet, want dat was bij hem. Maar wat ik bij hem had, is dat ik eigenlijk helemaal mezelf kon zijn. Ja. Echt in de totaliteit, hij oordeelde niet. Toen ik hem vertelde over mijn transitie, toen hij in de hospice lag, zeg maar, weet mm -hmm. ik wel dat hij ook de meest mooie reactie ever had. Toen zei hij van, weet je, dat maakt niks uit. Toen zei hij van, eigenlijk wel, dat maakt je juist interessanter. Je hebt meer verhaal, Het ja. maakt me eigenlijk gewoon Vind ik ook. nieuwsgieriger naar je. En het is ook echt zoiets van, weet je, als er mensen zijn die, ik merk dat het emotioneel raakt, maar die er zo naar kunnen kijken, waarom zou ik dan een vredesnaam nog vrede hebben met minder? Ja. Waarom zou ik een vredesnaam weer zoveel moeite doen om mezelf te bewijzen, geaccepteerd te worden? Ik weet dat het kan, het is er nu niet meer, maar minder, hoe, dat, 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 dat komt niet ten goede, zeg maar. Dus ik, ik, niet dat ik dan geen moeite doe voor mensen, dat is iets anders. Um, maar ik weet nu merk ik dat de vriendschappen die nu dus op gang aan het komen zijn, dat zijn echt waardevolle merk ik nu al uh, vriendschappen. Maar dat is omdat ik helemaal mezelf accepteer van wie ik ja, ben, ja. het gesprek in de totaliteit aanga en weet welke kant het op kan gaan. Dus zelfs als mensenzaak uh, heb ik nu dus heb ik weer contact met ook iemand die autistisch is of die denkt dat hij, maar dat zit er wel heel erg in, zeg maar. Um, een man of een vrouw? Een man. Okay. En ik merk dat ik, um, uh, hoe kan ik dat uitleggen? Door gewoon, eigenlijk gewoon door aan te geven wat het is dat ik wil en hoe ik erin sta. Aan de hand van wat op dat moment zich voordoet, gaat het die kant op. Want ik weet dat het al heeft bestaan, wat het heeft met het bestaan. Dus je hm. snapt wat ik bedoel. Ja, een beetje. Dus je toet je uh, nieuwe vriendschappen aan Rob. Het moet wel een beetje hetzelfde niveau halen. Nee, ik zie het niet als, als toetsen. Het is meer, als je het hebt over non-dualiteit, uh, dan kijk ik daar meer naar. Uh, zoals, ik heb een... Ik noem het emotie of een energie gevoeld bij Rob, maar die is universeel. Dat kan bij iedereen. Ja. Alleen de reden waarom ik bij Rob ervaarde, was dat hij wist dat hij kwam te overlijden. Dus al zijn muurtjes gingen weg, ja, verdedigingen. Ja, alles, uh, ja, en daardoor kon ik zo dichtbij komen. Want al had hij geen kanker gekregen, vind ik denk dat misschien heel plat, maar denk ik niet dat wij dat contact hadden gekregen. Nee. Omdat hij wel daarvoor nog heel veel muurtjes had en andere zienswijzers en dacht: nee, ik laat je niet dichterbij. Want. Ja. Maar nu wist hij dat ik kwam te overlijden. Ik stond het dichtstbij. Dus kwam alles eruit. En in één keer hadden we die ontzettende hechte band. Ja. Dus ben ik. Ik heb er ja, bijna een soort van. Eh, fascinatie is het verkeerde woord. Maar ik kreeg wel zoiets van: tjonge, maar als mensen zo hunzelf kunnen zijn. Tot die intensiteit. Ja. Maar pas bij hun overlijden. Dat is zonde. Maar ja, dat deed ik zelf ook. Dus toen had ik zoiets, ja, maar dat, dat wil ik dus niet meer. Dus daar. Daarna, ja, ik ben daarna wel ontzettend in een gat gevallen. Maar dat is, dat was zeg maar, ik ben toen een korte periode, ben ik ontzettend intens gaan blowen. Ik eh, ben mezelf helemaal gaan verwaarlozen. Ik kon er ook, uh, zeg maar, corona begon passen, dus ik kon nergens naartoe. Ja. Dus het was nogal een zwart gat. Uh, ik kon er ook niet echt met iemand over praten, want niemand herkende het. Je uh, bij... zei iets van lichte psychoses die je zelfs nog... Ja, Wat? maar dat is, echt vlak daar, dat is dat is een hele andere periode. Ik heb zeg maar, een diagnose gekregen, ADHD. En toen schreef ze mij Dietalin voor. En daar kreeg ik uh, psychoses van. Okay. Uh, ik heb de monsters in, monsters in mijn woonkamer zien zitten. En ik dacht dat mijn vriendin uh, een meisje was uit de ringfilm. Zeg maar, dat ik was helemaal overtuigd van. Wow. Dus dat was toen... Dat was en, niet in die coronaperiode dus. Nee joh, ja. dat was zij is voor met de diagnoses. Ik hoorde ze nog zeggen van ah, misschien moet je er eventjes doorheen. En dan was, nou nee. Nee dank je. Nee. Maar wat heb je niet allemaal voor een diagnoses gehad joh dan? Nou, ze hebben best wel, zijn best wel op zoek geweest. Borderline ook? Nee, daar wilden ze wel naar kijken, maar toen heb ik gezegd nee. Ik had zoiets van, op het moment dat je gaat kijken naar stoornissen... Ja. Autisme is ook een stoornis, maar ik zie het niet zoals een stoornis. Autisme is een andere zienswijze, er is een ander soort mens. Ja. Uh, maar als je gaat kijken naar stoornissen, heb ik zoiets van... Nou, maar als we nu echt gaan kijken, op zoek gaan naar een probleem... voordat je met een oplossing kan komen, dan hebben we een probleem op zich. Laten we gewoon alsjeblieft ja. even kijken naar... Laten we, maar dat heb ik ook gehad met, met, um, met autisme. Daarna zijn we met een traject begonnen. En toen zei, dat was wel grappig moet ik zeggen, want toen vroeg ze op het eind van de traject van, wat is jullie ervaring? Toen zei ze, nou Manouk, wil jij als eerste zijn. Toen dacht ze ik, nou als je het me vraagt, <laughs> dan krijg ik mijn mening. Toen dacht ik, nou ik vind het wel een beetje absurd dat er alleen maar wordt gekeken naar de handicap. Ja. Naar de klachten, naar de moeilijkheden. Ik wou het je net vragen, wat is een leuk aan autisme? Wat, 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 wat geeft het wat geeft ik je? Ik heb het gevoel dat ik een stuk... ja, um, nou, dat is... Dat is wow. Daar wil ik niet over oordelen, omdat er maar uit te flappen. Um, mag hoor. Van mij. Nee, want ik heb zoiets van nee, dat, want dat, dat, dat klopt Waarom niet. Mag je niet oordelen dan? Dat, doen we toch de hele, dat doet het brein toch de hele dag? Nee, ik, ik oordeel niet. Ik hou daar niet echt? van. Echt? Nee, ik heb geen... En dat, dat merk ook, ik. Hoe hou je dat buiten de deur dan? Want dat kan toch bijna niet. Omdat ik merk als ik een oordeel heb stop mijn gedachtengang. omdat ik de kant echt niet op wil. Okay. Als ik een gedachtengang heb, weet je, laat, laat, dan ga ik naar je kijken. klink misschien heel erg persoonlijk nu, ja. maar dan kan ik in één keer verdenken van, nou, ik vind dit van zijn stem. Hij ziet er zo uit. Hoe ziet zijn neus eruit? Ja, dat heb ik niet meer. Ik heb echt zoiets echt? van... Ik heb je het merk, kunnen uitschakelen? Nee, want ik merk meer dat het is dat aan de hand van jou je ziet hoe mensen zijn aan de hand van hun uiterlijk. Hun, hoe mensen hun rimpels vormen, ja. dat, zo, dat, dat trek ik eigenlijk door. Dat zit al in je genen. Maar niet, weet je hoe kun je dat zeggen? Het zit niet in je genen dat je bepaalde rimpels krijgt. Zo kijk ik ernaar, dat is mijn mm -hmm. zienswijze. Het zit in je genen dat de manier je, je uiterlijk zegt wel heel veel over hoe je de wereld ervaart, zeg maar. En, dus de, geef me eerder een fascinatie. Ik heb dan echt zoiets van, dat klinkt misschien gek voor sommige mensen... maar ik heb dan zoiets van, hé, hey, maar iemand die groter de oorde heeft dan ik... hoort die ook anders? <laughs> ja, dat is Kijkt is ook anders? Maar je kan dus toch ook je... leuk oordelen? Je kan toch ook denken van, goh, wat heb jij een leuk shirt aan? Of uh, Dat is ook een soort oordeel, toch? Of wat grappig, je hebt ook een Krups koffiemachine, die heb ik ook gehad... Je hebt ook een ervaring. Je hebt een rode magnetron, die heb ik nog nooit eerder gezien. Weet je, dat, is, dat is toch ook oordelen? Ik denk dat ik meer analyseer dan, oh, dan ja, oordeel. Ja. Oordeel uh, is negatief. Nee, maar dat is, en dat hoor je trouwens wel meer bij autisme. Is dat op het moment dat je het hebt over, dat je dan hebt is een typisch voorbeeld van hoe staat deze jurk bij, ja. uh, bij mij? En dan staat die dik bij mij. En dan legt dan iemand met autisme ook uit, van dik is voor mij niet slecht. Dik is voor mij niet dat ik denk van, goh maar je bent te dik. Ja. Nee, het is, je bent dan voller dan ja. normaal. En het is niet. Uh, slecht. Ja, dus dat was dat straks al. Jij zag mijn profielfoto, toen zei je ziet er wel anders uit in het, in het echt. En het eerste wat ik zei, ja, het is toch ja, stu een stuk je minder, hè? Nee, niet minder. Ja. Dat, nee, dat, dat zei ik. En jij zegt gewoon, nee, het is gewoon anders. Ja. Ja. Punt. Ja. Dus dat geeft aan inderdaad dat jij niet niet maar ik vind dat knap, hoor. Want ik schiet daar toch altijd in in oordelen. Ik heb het is moeilijker als mensen je dichterbij staan. Bijvoorbeeld bij mijn ouders, bijvoorbeeld, heb je wel soms dat je denkt van hé hey, maar dit gebeurt er, dus dat betekent het ja. omdat ik je dichterbij staat maar zelfs daarbij merk ik dat ik, het, uh, dat ik het liever vraag omdat ik eigenlijk ook heb geleerd dat dat is wat ik eigenlijk met die relatie leerde toen die uitging is alles wat ik wist klopte niet en dat kan alle kanten dus opgaan dus alles waarvan ik overtuigd ben en wat, waar ik over oordeel wat ik zeg dit is wat het voor mij is en daarna handel kan ik helemaal fout hebben en dat weet ik alleen, zeker als ik het aan een ander vraag. En zelfs als je het aan de ander vraagt, kan degene nog liegen of niet eerlijk zijn of het niet durven te zeggen. Ja. Dus eigenlijk kun je alleen maar zelf beslissen wat voor jou goed voelt. En dat is een beetje de, de, de conclusie die voor mij werkt. Ja, en maar heeft het dan met begrijpen te maken? Ik, bedoel, ik merk dat ik altijd deze interviewreeks doe ik ook, omdat ik wil zo graag anderen begrijpen. Ik wil begrijpen hoe jij in het leven staat. Ik wil begrijpen hoe. Ik wil zelfs een seriemordenar willen kunnen begrijpen. Hoe is hij tot die daad gekomen? Ben jij daar ook de hele dag mee bezig om met dingen te begrijpen? Nee, ik, ik heb die eerder, die vragen aan mezelf. Ik heb dan als jij zegt ik wil heel graag andere mensen begrijpen, en dat, mijn eerste vraag is dan zoiets van vind je het dan moeilijk om stukjes van jezelf te begrijpen? Ja, ja, nee, natuurlijk. Je toetst toch de hele dag door al, je eigen gedrag aan anderen? Of doe jij dat niet meer? Um, maar ik zie niet zo heel veel anderen. Ik heb wel een interesse van, hé, maar inderdaad, waarom doet iemand dat? Maar ja. dan ben ik eerder geneigd om het te vragen. Of ik ga het vergelijken met een ervaring die lijkt uh, relevant is aan uh, wat diegene heeft meegemaakt of, ja. of nou waardoor ik ga peilen van hé, maar kan ik met haar in verplaatsen? Okay. Ik dacht dat auti autisten, ik hou niet van het woord, maar iemand met autisme. Er is niks mis met dat woord. Ja, nee. Dan is het wat met de stereotypen. Ja, van nee, het woord. Ja, dat is het. Want ik krijg, ik laatst nog, mijn vriendin zegt laatst nog tegen me: Ik zeg, kun je even stoppen, want ik wil mijn zonnebril pakken. Ach, jij autist. Het dus wordt vaak ook gebruikt als, als, als geldwoord door. Door een neurotypische mens. Ja. ja. <laughs> dus <laughs> het, is, het voelt voor mij best raar om autist, jou een autist te noemen. Maar oké, okay, ik mag het zeggen. Dus autisten, eh, ik had het idee dat die juist de hele tijd. Anderen nadoen, mimikken. Dus oké, okay, jij. Oh, dit is de bedoeling als iemand binnenkomt dat ik hem een hand geef. En dan steek je je hand uit. Ik vind het heel gevaarlijk om te zeggen dat zo werkt een is, Want dat weet je niet. Want het is voor iedereen weer verschillend. Okay. Dat zeg ik het is gewoon. Ik heb het gevoel. Sorry, dat is mijn voet. En dat ja. is. Uh, ik heb het gevoel nogmaals dat we op een andere manier een andere kern hebben. Ja. En dat vind ik heel moeilijk te omschrijven. Want hoe leg je dat uit? Uh, dat is een heel ander filosofisch onderwerp. Um, uh, maar. Ik denk wel dat ik veel heb afgekeken. Ja. Maar eerlijk gezegd, dat heb je ook. Ja, nee, zo die leert iedereen. Dat, dat zijn. Dat, dat doen apen, doen elkaar ja. na. Mensen doen elkaar ook na. Ja, ja. maar je hebt het toch allemaal geleerd van je ouders? Ja. Hoe ook dat nog eens? Uh, ik ik um, zie daar niet zo het verschil van. En ik denk dat het. Het verschil is, is dat uh, laatst kijk ik televisie en dat kijk ik nooit, maar ik was bij mijn vader stond aan en ik had zoiets van: het, het is allemaal, allemaal, iedereen lijkt wel theater uh, te zijn of dan het is allemaal rollen spelen. Ja. En ik heb het gevoel dat, om het maar voor mij gescheiden te houden, nu de typische mensen het oké okay vinden om een rol te spelen en dat misschien ook wel leuk vinden van: hé, hey, maar dit is wie ik ben, misschien ben ik het helemaal niet, maar dit is wie ik graag zou willen ja, zijn. Ja, ja, ja. En zo presenteer ik mezelf en zo geef je dan jezelf uh, voor, zeg maar. Ja. En dat je eerder bij, dat het dan vanuit mijn eigen ervaring, ik heb gewoon zoiets van, nee, ik ben wie ik, ik ben en zo komt het naar voren. En ik wil niet meedoen aan het, dat, aan dat, ja. Aan dat, aan dat, uh, ja nu geef ik het toch een naam, maar dan voelt het alsof ik een rol moet aannemen. Um, ja, dat maar, dus klopt ook weer niet helemaal bij mijn gedachtegang werken. Maar... Is het dan voor jou niet, niet heel lastig om bijvoorbeeld ja, te werken ergens? Want dan zit je inderdaad met mensen die zich de hele dag voordoen als, als, als je collega. Zo. Maar ik zit ook in het VIA. En dat was ook, denk ik, de reden waarom ik. Uh, wat deed je eerst? Grafische vormgeving en artdirectie. Wauw. Ja, ik deed het ook gewoon goed op school. Het dus laat hem aan... nee, maar nergens. Um, maar, wacht even, hoe ga ik dat uitleggen? Um, dat is wel grappig. Want ik merk zelfs. Ik ben zo gehyperfocust op micro-expressies. Dat als ik ga krabben hier, heb ik zoiets van: wacht, wat probeer ik tegen mezelf te zeggen? Want ik kennelijk. Maar, um, <laughs> dat gaat best ver. Hoe dan ook, ik deed mijn opleiding heel goed. Zeg maar grafisch vormgeving. Ik heb me via de groepleiding in 2,5 jaar op afgerond. Ik mocht stage lopen, in het nummer 1 in klein klaarbureau. Ik was er gewoon goed in. Um, alleen was ik toen vrij om mezelf te zijn. Ik werd helemaal vrijgelaten in mezelf. En daarin groeide ik heel erg snel. En vanaf het moment dat ik achter een bureau zat voor een baas, was het eigenlijk van: dit is wat je moet doen nou, op mijn manier. Deadlines? En, nou maar ja, deadlines, dat was één ding. Want vaak, als er een deadline werd gezet, kon ik daar, als ik wist wat de bedoeling was, nogal mee omgaan. Okay. Maar. Waar dan niet heb, mee? nou het was een perfect voorbeeld was toen ik van een, een vriend van mij die werkte bij hetzelfde bedrijf nou, waar ik dan toen werkte zeg maar dus, ik ben bevriend geworden met hem daar en toen moest ik iets voor hem doen ik zat toen in de ziekteperiode en toen zei ik wil graag dat je dit en dit en dit doet en toen zei ik oké okay, maar ik doe het op mijn manier zegt nee ik doe op deze manier oh, ja. oh. en ik heb van ik kan dat niet op jouw manier ik snap jouw manier niet ik snap je uitleg niet maar ik snap het eindresultaat wel en het eindresultaat kan ik voor je maken en Het einde is het was twee keer zo snel klaar, want ik mocht het doen op mijn manier. Ja. Alleen is dat vaak niet op die manier. En daarna ben ik ook nog geweest het zoeken van weet je wat zou ik anders kunnen doen. Maar het is in de hele maatschappij is op een bepaalde manier ingericht. Die gewoon voor mij zo ontzettend onlogisch lijkt. Er komt zoveel. Ik ben bijvoorbeeld een ontzettende plaatjesdenker. Voor mij moet het in een plaatje duidelijk zijn. Alles is geschreven. Ja. Alles is geschreven. <laughs> er zijn zoveel regels, ik snap er helemaal niks meer van. Waardoor ik, dat is mijn, ja, weet je, ik, ik zie overal, ik snap vaak, nou ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar de regels ook niet. Ik heb zoiets van, ik snap wat je opschrijft. Ja. Maar hoe bedoel je dat? En vervolgens vraag ja, weet je, dat, dat. Hoe staat dat dan met autorijden? Heb je er ook allerlei regels, rechts en voorrang? Ja, maar dat is voor mijn gevolg heel erg op emotie. Dat klinkt misschien heel gek, maar iedereen rijdt toch op emotie. <laughs> iedereen is boos op de weg, joh. Ja, en, dat is waar. Jij ja. ja, ook? Nee, want ik snap dat niet. Waarom zou je boos zijn op iemand die je niet ziet? Weet je, als iemand, dat, dat, ja, ik heb, dat deed ik al heel vroeg. Als iemand me afsnijdt, heb ik zoiets van, kan ik heb die haast. Ik heb ja. geen zin om de er druk over te maken. Het is wel irritant. En ik heb misschien zoiets van, hoor, maar ik heb even stress. Ik werd ja. laatst afgesneden door een vrachtwagen. Ik werd bijna van de weg afgeduwd. Met de en, auto? Ja. weet je, ik wilde, ik, Hij wilde, hij deed nou, links, zeg maar, ik deed rechts. En ik denk, well, hij rijdt niet door, dus ik haal hem dan in, ja, zeg maar, want het was zeg maar zo'n, ja, ik weet de namen dus niet, maar zo'n zo strook, zeg maar. Ja. Maar hij wilde die ken ik ook op mm. en daar werd ik bij mijn oudertje er vanaf gereden en toen deed ik even het modem en ik liet hem voor so, oh nee um, sorry dat is mijn Ding. Hey, ja. Dat ligt ook aan mijn standaard. Um, en um, niet met mijn handen praten. En uiteindelijk dacht ik, ging ik een beetje mopperen in mijn auto. Ja. was Niet mopperen. Ik dacht van nou, joh, ja, joh, voel je vrije jaar. <laughs> ja, jij hebt ook een ruimte ja, ja. nodig. Ik ben een grote bak. En dan ga ik een beetje op die manier praten. En ja. dat bedoel ik met dat lage stem. Ik ja, word ja, er een ja. beetje sarcastisch over. Recalcitrant. Wow. Vind ik een mooi woord. Ja, ik heb geen flauw idee wat die betekent. Die gaan we straks googlen. Oké. Okay, ik maar, denk dat 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 betekent. Um, maar ja, maar, maar, maar dat dus ja. ik heb daar een ik ga niet... Leuk hè? Moeten we alle kanten op gaan, maar we gingen natuurlijk van van dat jij het over regels had, moet ik aan verkeer denken en ja, je hebt wel veel borden op de weg, daar is dan wel handig toch een rood bord met een witte streep, dus hier mag je niet in. Ja, niet? <laughs> of zie jij dat dan ook wel anders? Ja, ook. Nee, heb je dat überhaupt dat... niet met kleuren? Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld als ik ochtends wakker word, moet ik de kleur groen zien, anders wordt het een rot dag. Die rode, die rode van jou vind ik mooi, maar hij heeft wel iets, uh, gevaar, uh, pas Mij op. Kracht. Ja, jij noemt het kracht. Mij imponeert het. Oké. Okay. Dat rode object daar. Nou, ik, uh, ik merk wel dat elke kleur, alles zet een setting. Dan ja. heb ik het weer van emotie, energie. Alles zet een setting. En deze woonkamer, die mijn vader heeft me erbij geholpen. Ja, mijn, mooi hoor. En mijn ouders eigenlijk allebei. Een mooie muur. Ja, super tof. Het zet een setting. En uh, dat was eerst heel erg wennen, want het is een heel ander gevoel waar ik eigenlijk altijd vanuit leef. Zeg maar. het, het voelt voor mij um, zakelijk. Een beetje zakelijk strikt ja. uh, industrieel, dat wilde ik ook. Um, en dat is voor mij nieuw. Maar ik merk dat ik dus makkelijker me productief kan voelen in deze kamer. Oké, okay, nou ik kan me dus, goed zo, voorstellen. Ja. Maar, maar wat doe je hier dan nog? Werk je dan vanuit thuis? Of je ja, zegt via, dus dan werk je niet officieel of hoe werkt dat dan weer? Nou, op dit moment hebben ze eigenlijk gewoon gezegd van hé, hey, maar doe het gewoon lekker even. Ik, ik, um, want je kanaal heet dan uh, eigenlijk over de. Leven zonder stress, ik, oftewel non-dualiteit. Ja. ja, nou ik vind dat. Um, ik flap toch gewoon uit. Idealistisch. Ik geloof niet in een leven zonder stress. <laughs> en dan denk ik dat je ervan wegloopt. Ik ervaar een hoop stress. Ik ben een best wel stressig persoon. Ik heb regelmatig dat ik gewoon een dag echt denk van hoe? Ik heb ja. pas toen gehad dat ik gewoon echt angsten heb. En moet ik echt gewoon heftig, heftig met mezelf in gesprek van, hé, hey, maar waarom heb ik die angst? Ja. En hoe ga ik hier anders in staan, zodat ik weer hier me goed kan voelen? En daar constant met jezelf mee overweg kunnen, zeg maar. En... Het is ook een utopie. Het is ook om mensen een beetje te lokken naar de podcast. Ik doe je microfoon nog iets dichterbij. Ja, nee, ik ga wel anders op zitten, want anders oh, valt goed, het nog ja. eens een keertje. Het nee, gaat niet vallen. Uh, nee, ben ik met je eens. Leven zonder stress is een utopie. Uh, wat zijn dan de dingen die jou dan het meeste stress geven? Nou, eerlijk gezegd, alles wat er nu wereldwijd speelt, dat geeft toch best wel een hoop. Uh... Maar waarom? Het is toch nu niet aan de hand binnen deze vier muren? Oh, hier. Nee, nee, nee. Daar, ja, dat klopt. Maar in mijn hoofd heb ik merk ik dan toch nog. Uh, ja... Maar wat speelt er dan allemaal? Want ik weet het niet. Je weet het niet? Nee nou ja, ik weet wel corona en de klimaatcrisis en, 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 en de energie wordt duurder als we dit opnemen, maar. Komt het dan omdat ik misschien gewoon geen geldzorgen heb? Is, is, is dat de basis, de grote stress voor jou, dat ik je denkt alles wordt duurder of zo? Ik denk wel dat uh, ik... Ik weet nooit zo goed dat wanneer ik uit, wat ik uit, dan hangt het dus staan een complot denken. Maar dit is letterlijk vanuit een zienswijze die ik zelf heb opgedaan. Mm -hmm. is, ik had de iets van geld verdienen vereist een soort mindset. Je moet op een bepaalde manier erin kunnen staan of je moet massa kunnen hebben met hetgene dat je doet, dat je daar net in bent gegroeid. Ja. Dan is het ook nog eens anders als je een man bent dan als een vrouw. Mm -hmm. Als jongen zijnde sprak ik de mensen gewoon aan en kreeg ik mijn, mijn werk, zeg maar. Als vrouw zijnde krijg ik een seksaanbod ervoor terug. Oh ja, dus gebeurt je wordt, echt? Ja, op LinkedIn. Ik zocht een investeerder en ik heb meerdere seksaanboden gekregen in ruil voor een investering. En toen op zei LinkedIn? Ik, en, toen zei, en toen zei ik, nou weet je, laat maar zitten. Maar het maakt mij wel bewust hoe anders er naar flauw wordt gekeken. Dus hoe oneerlijker ja, de kansen kan, zijn. Je kan het van allebei de kanten, kan je erover meepraten. Op het moment dat je een diagnose hebt, dan zitten daar ook nog eens allemaal dingen bij. Dus er, je moet een bepaalde muscle hebben. Dat je de juiste genen ja. hebt om de mindset te hebben om geld te verdienen. Helemaal waar. En daarbij komt ook nog eens dat geld verdienen bij. zodat het over hoge bedragen gaat en marketing. Dan gaat het richting een psychologie. En dan gaat het bijna. Dan gaat het via manipulatie op nu niveau. Ja. Ik heb dat geleerd op artdirectie. Leer, geef het op een bepaalde manier en mensen maken een bepaalde keuze. Ja. Toen zei ik nog, dat wil ik niet, ik vind dat niet leuk, dat, zo wil ik het niet verkopen. Maar dat is wel de manier hoe de hele markt ja. werkt. Is kapitalisme dan het grote kwaad? Nee, want ik zie niet dat kapitalisme het probleem Ik zou willen dat er een grens was aan de hand van hoeveel geld je kon verdienen. Een dat... grens aan hoeveel geld je kon verdienen? Ja, zoals ik denk, kijk, er zijn mensen die zoveel geld hebben dat ze gewoon single-handed een eiland kunnen kopen. <laughs> en ik heb zoiets van hoeveel. En ze zeggen altijd geld is macht ja. en geld is ook controle. En ik denk dat de meest en um, ja, niet allemaal. Want dat is niet zo zwart wit. Ik zeg alleen wel dat er mensen zijn met een hoop geld. Uh, weet je, ik weet bijvoorbeeld dat de 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 uh, tabacco-industrie zeg maar. Uh, die waren vroeger al heel rijk, die hebben gewoon be behoorlijke big business ja. gemaakt en die zijn maar gegroeid en gegroeid en gegroeid. Dus dat is een behoorlijke macht in de wereld en die heeft niet het beste met de mensen voor. Okay. Weet je, ja, dat hebben ze al laten blijken en daar komen er wel steeds meer grote partijen van. Ik heb dan echt zoiets van hoe ik er dan naar kijk en dat is ook een beetje dat je mensen gaan er zelf in mee. Want je kiest zelf uiteindelijk voor waar je je product koopt is er wordt gezegd, hey klimaat, het is toch best wel erg, let er eventjes allemaal op, want dat is vooral vervuiling, er wordt zoveel vervuild, plastic, let daarop. Uiteindelijk ja. kijk je de supermarkt, je van alles het bomvol met gewoon de goedkoopste suiker, dat is slechter voor je gezondheid, alles is in plastic, niemand doet zijn best om het beter te doen, ja. um, dat ik echt denk van maar de grote partijen boeit het uiteindelijk helemaal niks. Waardoor ik zoiets heb van, hé hey, maar waar gaat het in de toekomst heen? En dat is dan één zorg. En dan de, de, de regels die tegenwoordig worden toegepast... zijn vanuit een ontzettende bezitterigheid en controle. En dat, dat geeft mij angst. Ik merk dat op het moment dat je... Je bedoelt de regels, corona regels. Ik vind het vanuit te veel controle. Ja? ja? Maar je snapt wel waarom we het doen, hè? Ik denk dat het een vorm is van controle pakken... om een angst te ontwijken die... Uh, uiteindelijk alleen maar sterker gaat worden. Omdat we de controle pakken. De non-dualiteit, dan geloven we toch allemaal going with the flow. Weet je, het gaat niet zoals het is. Je legt je erbij neer. Ja, maar op het moment dat je aan alle kanten controle pakt... en ook nog eens de regels bepaalt voor iedereen... en eigenlijk zegt hoe iedereen het moet doen... alsof iedereen mens hetzelfde is. Maar is er wel iemand die controle Want ik hoor ze altijd over ze. Maar wie is ze dan? Wij, wij, zijn, toch, wij zijn toch Nederland? Ik zie... Je zegt net zelf dat je dat je niet houdt van hokjes en onderscheid maken. Maar dan is er dus wel een of andere boze kracht buiten die ons onder controle probeert te krijgen. Ja, maar het is hetzelfde wanneer je gaat praten over, uh, over alles. Is het eigenlijk? Tuurlijk, het is allemaal, je, wij houden in stand. Ja, um, we doen aan mee. Misschien is dat ook wel aan mijn eigen angst dat spreekt, want er is, er, ik zie mensen die doen uh, mee, mensen die hebben er geen flauw idee van, mensen die, uh, het, die hele mooie dingen uit opzetten zijn, maar er is ook een partij die gewoon het niet het beste heeft, voor heeft met de mensheid en die mm -hmm. er puur voor zit met het geld. Uh, en, um, ik... en praat je dan niet vanuit je eigen referentiekader, omdat je toch, ik, dat vraag ik me wel eens af, omdat ik me geen zorgen over geld hoef te maken, heb ik ook niet al die zorgen die met geld gepaard gaan of zo? Is, is, is dat niet toch de basis van jouw angst? Je denkt, fuck, dadelijk, heb, dadelijk moet ik mijn huis uit, dadelijk heb, kan ik het niet meer betalen, dadelijk stop mijn uitkering, dadelijk uh, kom ik nooit meer aan het werk of zo? Nee, want dat dat, uh, ik heb wel het gevoel dat alles. Uh, een angst van mij is wel dat ze alle prijzen omhoog blijven persen, tot uiteindelijk iedereen eruit valt. Um, onder de noemer, want dat gaat wel rond van Build Back Better. En dat is geen complot theory, dat is gewoon letterlijk openlijk. Great Reset en zo. Ja dat, weet je, het is, weet je, en ik heb zoiets als je daarnaar kijkt, hoeft het niet per definitie slecht te zijn. Nee. Want ik kijk er zelfs nog van een standpunt naar, dat er zijn een hoop dingen in dat lijstje dat ik denk van, nou, doe please. maar, please, ja, ja. weet je, doe het. Zelfs als je het hebt over een sociaal credit systeem, heb ik zoiets van, mensen, van ja. heb ik zoiets van, ja, klim misschien daar, maar ja. weet je, maar. De taxichauffeur mag mij ook beoordelen als ik me misdragen heb aan boord van de taxi, toch? Alleen gaat het wel kant op dat ik denk dat, um, dat onwetendheid mogelijk wel... Is. Kijk, bijvoorbeeld mijn... Um, um, hoe kan ik dat zeggen? Nou ja, angst is het wel. Maar het is niet dat ik het voel echt dat... Ja, sommige dagen wel. Ik heb Luna, dat is mijn papagijtje. Ja. En dat is echt voor mij als mijn kindje. Ja. Omdat, ik al, omdat ik wel zeg hoe bewust die er zijn. Zij heeft mij... Zoveel geleerd over mezelf. Zij, ik had een ontzettende miscommunicatie met haar toen ik gewoon nog een stuk nieuw in het leven stond. Ja. En op, ik weet nog dat het knopje bij haar omging. Dat ik gewoon vanuit mijn volle neviteit, als je met een hondje omgaat of met een kat. Van nou, nu, Luna, ik heb er nu geen zin En ik pak het op, ik hop er het bed op, zeg maar gewoon heel ja. zachtjes natuurlijk. Ik zie zo het knopje omgaan. Ze vliegt me aan, tot het bloed is aan toe. Ze ja. klinkt op mijn schouder bijten en bewandelen. Van, wauw, maar wat heb ik hier? En toen was ik bang natuurlijk. Ja. En toen had ik zoiets van of ik moet haar wegdoen, of ik moet haar gaan leren te begrijpen. En uiteindelijk moest ik mijn eigen mindset veranderen tot ik nu met haar in gesprek kan. Is Waardoor het jouw guru? Ja, nou, het is gewoon meer. Nou, guru. ik vind het al zo moeilijk als. Uh, ja, een leraar doen. is gewoon goeroe, van Guru is eigenlijk gewoon een soort leraar. Je nee, leert jouw jou dingen. Nee, jezelf. Ik, zie, ik zie het eerder als, zie het als een kind die je niks kan verplichten. Oké. Okay. Je kan niet. Een kind kan je soms nog zeggen van nou, nu ben ik er klaar mee, nu naar je kamer. Je pakt hem het volle onmacht eigenlijk bij de armen. Ik, als ik dat doe bij Luna, lig ik open, <laughs> Echt? dus ik kan dat niet. Ik kan, ik ja, kan... maar dan domineert zij jou toch? Dan nee. heb je gewoon een baas in huis hier. Nee, want we hebben, uiteindelijk hoort zij heel erg duidelijk aan mijn stem. Vandaag ook zat ze in de kastjes, ging ze iets lopen en ja. ik zei van Luna, nee, ah -ah. en zij weet don is goed. Ja? Dat gebeurt er niet. In het ergste geval pak ik een dekentje. Dat doe ik bijna nooit meer. Maar uiteindelijk ben ik de baas. Alleen als hij er grens stelt. Ja, maar dat, dat doet ze ik. dan wel. Ik, bedoel, ik heb je littekens in je gezicht. Ja, maar dat doet ze steeds. Kijk, nee, maar op mijn, ze zit dan sorry, niet op mijn schouder nu meer. En ik hou daar. kijk, dat is hoe ik dus naar dieren kijk. is, Ik kan denken van god, ze is levensgevaarlijk. Ze heeft een s'avonds al kan me bijten. ze kan er beter in de kontje houden. Of, of, ik, of ik kan denken, als zij. Heeft, zij, haar snavel zit hier. Zij ziet niks voor haar. Oh, ze ja. kijkt naast haar. Ja. Dus op, ik, als ik heel snel mijn hand beweeg voor haar... en zij is schrikt. Het was gisteren nog. Ik had geverfd. Ik had een ontzettende zwarte vlek op mijn arm. Zij is angstig. Ik ben ook een beetje zenuwachtig als ze bij me zit. Ik doe in één keer mijn arm. En zij... In mijn arm. Ja, dat deed pijn. En uiteindelijk zeg ik ook gewoon letterlijk tegen haar... oh, niet bijten. En daarna heb ik ook gewoon gezien... Van, nou, weet je, het is gebeurd. Want het is niet, het is niet haar intentie om, ja. mij, uh, om mij maar gevoel te geven. Laten we het hoofdstuk Noena even afsluiten. We hebben nog zo'n kwartiertje en ik wil het graag nog met jou hebben over ikwerkanders.nl. Dat is jouw, dat is een soort website, een platformpje wat jij gestart bent hè? een tijdje terug al. Ligt een beetje op zijn gat, heb ik het idee. Ja. W wat is de bedoeling achter Ik werk anders? Nou, het was eerlijk een grapje en er zit ook niet echt meer een bedoeling achter. Als oh. ik eerlijk ben. Omdat het is voor mij, toen ik in de diagnosetraject zat, zijn ze zo op zoek gegaan naar. Uh, Um, Een plek voor jou. Ja, wat is er met jou, wat is het probleem? Dat ik uiteindelijk zei: Ik werk anders. Ik werk anders. Ik ja. weet het niet uit te leggen, ik werk anders. Um, oh, die, maar ik dacht dat je allerlei mensen wilde verzamelen die ook anders werken en die dan weer koppelen aan elkaar. Ja, uiteindelijk merkte ik dat ik dat aan alle kanten moest leren te verkopen, want je moest het goed kunnen brengen. Ja en toen dacht ik van nou dit is niet mijn ding ik hou niet van verkopen dus ik merk dat ik werk anders is gewoon meer mijn persoonlijke uiting geworden mm -hmm. ik ben wat dingen aan het leren waar, waarbij ik vanuit ik werk anders wil gaan werken en dat wordt meer mijn het is meer bijna mijn eigen identiteit geworden zeg maar als uh, uh, behalve dan als een bedrijf zeg maar dus ik weet nog niet ik zit nu bijvoorbeeld te leren hoe um, uh, development ben ik weer een beetje opgestapt en uh, VR-experiences wil ik leren te maken. En dat ga ik waarschijnlijk ook doen dan vanuit Ik werk anders, maar Ik werk anders is een beetje... Uh, ik had daar een heel mooi idee bij en eigenlijk had ik echt zoiets van ik wil mensen samenbrengen en laten we... Uh, laten we samenwerken, laten we gewoon samenwerken aan gelukken wat ons blij maakt en allemaal positiviteit. En iedereen die ik erover benaderd had zoiets van maar what's in it for you? Wat is het addertje? Wat zit erachter? Ja. En ik merkte echt dat ik zoiets had van... Ah, ik vind het helemaal niet leuk. Ik moet aan iedereen vertellen over dat, dat mijn intentie wel goed is. Ja, nee, ik, ik wil, wil je ja, gewoon, gewoon. Ik heb gewoon ja. de interesse om samen te werken. Ik ben gewoon nieuwsgierig wat eruit komt. Ja. Sorry. En dan aan ik van nou, ik heb er geen zin in. Mm. En toen ben ik dus gaan, dingen gaan uiten vanuit mezelf. En daar kreeg ik ontzettend veel kritiek op. Weet je, ik kreeg op TikTok, bijvoorbeeld kreeg ik zoveel uh, haat eigenlijk. gewoon. Echt waarover? Ja, gewoon over wie je bent, hoe je naar voren komt, wie je klinkt. TikTok is. Dat is een hoop um, kritiek. Wat deed je daar dan? Dansjes? Nee, ik, ik, ik deelde gewoon mijn mening en mijn... Oh. mijn de, maar ja, de, de, ja gewoon... dan roep je ook iets af op jezelf, toch? Jawel. Meningen was... vormen weer andere... Ja, dan gaan mensen zien. Nou, weer misschien zetten. was dat mijn eigen naïviteit. Ik dus van, nou, weet je, ik deel het. En mensen kunnen op inhaken als ze op inmiddelen haken. Hm. Maar dat, uh, dat, dat, dus dan ik, dat moet leuk zijn en goed voelen. En, uh, ik heb dan een grote vraag. Voel je je nog vaak eenzaam? Want daar hoorde ik je over in een van je vlogs. Eenzaamheid, het thema was. Of is, in het algemeen, heeft iemand met autisme meer last van eenzaamheid? Of kan die juist goed alleen zijn? Hoe, hoe is dat? Sommigen kunnen heel goed alleen zijn. Dat is, en is jij? Een... Ik heb er wel moeite mee. Ja, ja ik merk wel dat ik uh, om de zoveel tijd... ga ik eventjes naar mijn moeder toe... en heb ik zoiets van, eventjes uh, daar de gezelschap op zoeken. Uh, woont ze in de buurt? Zandvoort, dus dat is oh. eventjes wel een uh, ja. stukje nog. Uh, dus dan ga ik daar langs en ik heb dan nu twee dagen in de week ga ik schaken. Dus dat is dan. Uh... En deed je niet ook nog iets op een boerderij ergens of zo? Ja, ik ga soms langs van mijn zwager. Dus dan uh, mag ik daar een beetje meelopen met uh, wat zij doen, dat no. ik toch een beetje eronder. Zit ik ben. hier met de Queen's Gambit? Uh, op die manier. Nou. Die schaakserie op Netflix waar een vrouw ook heel goed kon schaken. Dat is wel grappig, want ik ben er niet goed meer in. Ik was vroeger was ik er goed in, tenminste, maar dat was de basisschool. Dus, weet je dan, maar ik was in ieder geval de winnaar op de basisschool. Dus ja. <laughs> dat vind ik dan weer niet zo heel erg, uh, geweldig. Maar um, ik had het geleerd van de grootmeester, dat was mijn opa, die, die, uh, die was wel echt goed erin. Ja, uh, maar daarna. Ja, hij was winnaar van drie provincies, dus hij oh. was er wel, was wel, was wel ah. goed in. En juist nou, hoorde ik van mijn moeder door Europa heen om wedstrijden te doen. En dus, um, maar vroeger was er toch wel een beeld aan schaken dat ik dacht van nah, nee, wil ik niet doen. Dus ik ben het een beetje verleerd, maar ik merk wel dat ik merk dat ik dat heel erg leuk vind. Want ik, hoe kan ik dat uitleggen, Laatste bijvoorbeeld bij schaken, ik leer het best snel. Dus een wat oudere man die uh, ging het mij leren en die heeft echt, nou ik heb al twintig wedstrijden gedaan en hij bleef winnen, winnen, winnen en elke keer natuurlijk tips geven en ik zou het toch zo doen, maar ik werk anders, dat is letterlijk mijn ja, uitleg. Dus, dus ik je had, schaakt een, ook anders? Nou, ik, ik leer anders, dus ik had echt zoiets van nou, ik merk dat als ik helemaal ezelspeelgatjes heb, dan verandert er zoveel in mijn gedachtegang, waardoor ik gewoon een keer heel anders schaak. Oké. Okay. En dus laatst had ik zoiets van wacht en ik had in mijn hoofd iets van ik ga dreigen. ik was eerst bang een beetje omdat dat was, vind ik gemeen. Ik dacht, nee ik ga nu dreigen. ik ga de druk opvoeren. dus ik had de hele tijd die man onder druk gezet in dat hele potje en eigenlijk was ik constant aan het winnen de hand. uiteindelijk won ik. dus ik had zoiets van nou weet je van die man die mij eigenlijk alleen maar aan het inmaken was. dus ik had zoiets ja. van nou prima fijn. Ja, ja. en vervolgens daarna nog even gaan potjes zodat het wordt een korte datum. maar um, <laughs> Toen won ik weer, en dan heb ik echt zoiets van: Ja, dan, dat vind ik leuk. Zeg maar. dus dat was even een heel lang antwoord op je vraag. Ja, mooi. Maar daar uh, ja, groei ik nu in. Uh, wat zou jij leuk vinden wat er naar aanleiding van dit gesprek zou kunnen gebeuren? Um, ik, um, ik zou het fijn vinden als mensen die het luisteren zich helemaal vrij voelen om met wat dan ook, met vragen of eigen struggles of wat dan ook, uh, naar me toe te komen. Ik vraag daar niks voor. Ik wil gewoon, dat is. Ik vind het leuk uit hetzelfde interesse eigenlijk, denk ik, als die jij hebt, om mensen te helpen, voor ze te zijn, uh, andere gedachtegangen te leren. En ik heb gewoon geleerd, er zijn zoveel mensen die ja, gewoon een onzekerheid hebben of een angst hebben, waardoor ze niet hunzelf durven te zijn, eigenlijk dat vooral. Uh, en ik gun het eigenlijk iedereen om gewoon. Uh, ja, wel inzelf te zijn. Dus als er iemand is die dat ziet en denkt van nee maar ik zit met een obstakel, um, ja, voel, je, ja, voel je vrij, zeg maar. En dat uh, vind ik alleen maar prettig. Ik vind het fijn als je mensen kan helpen om bij hunzelf te komen. Dat is gewoon een extra lichtje. Je. En kan dat dan wel op ikwerkanders.nl in het contactformulier? Of ja, je kunt via ikwerkanders, op je rechtsonderin heb je zeg maar een, ja, een, een bubbeltje van een hey. Blikje, mail. Ja, dus uh, dat, zou ik wel, dat zou ik zelfs gewoon echt wel leuk vinden als dat ja. uitkomt. Ja. En moet dat per se hier in de omgeving van Warmer Veer zijn, of mag dat door heel Nederland? Of? Nee, dat kan ook online. Kijk, oh, ik heb ja. zelf. Do uh, life is wel een andere energie, zeg ja. maar. Dus dat is dan anders en echter. Maar online kan het ook. Dus ja. dat is, uh, en is er nog iets wat je mij wil vragen, Manouk? Tjonge. Uh, um, <laughs> ik merk dat ik een beetje in een hele snelle gedachtegang zit en aan alle kant nog een beetje opschiet. Um, nee, ik heb alleen het gevoel over dat stukje wat we hadden over het complot, denken, dat ik dat niet heb afgesloten en in één keer een andere kant op zijn gegaan. No, dan dus dan je we daar... dat. Maar ja, dat komt ook omdat ik daar zelf een beetje eh, eh, nou, niet bang voor ben. Maar ik weet wel: zodra je in die hoek terechtkomt, dan gaan allerlei platforms, dat weet je ook, hè, die gaan er weer allemaal moeilijk over doen. En voor die tweet wordt de video verwijderd. En Nee, nou, laat ik zo zeggen, ik wilde dat denk ik afsluiten. Oh, ja. dus voor mijn gevoel is het nu niet afgesloten. Ja, sluit en maar. Ik af. Denk dat het, uh... Maar je bent toch helemaal geen complotdenker? Nee, het is geen complotdenker, maar dat wordt inderdaad snel in dat hoekje gestopt op een moment dat je denkt. Je kijkt van... kritisch naar de wereld en dat, dat vind ik alleen maar goed. Alleen ik hoop niet dat dat de. Ik bedoel, ik probeer de wereld ook. Je kijkt toch ook geen journalen en zo? Laat nee. het allemaal buiten de deur, joh. Wat, waarom moet je het allemaal tot je nemen? Want het is allemaal... Hé, ik heb wel eens van een journalist gehoord... goed nieuws is geen nieuws. Dus nieuws is per definitie al negatief geladen. Nou, waarom zou je jezelf daar de hele dag mee confronteren? Nou, ik denk het enige wat ik erover wilde zeggen... om het af te sluiten voor mijn gevoel, is... Um, luister naar je gevoel voordat je naar de regels luistert. En dat ja. wil niet zeggen dat je, niet, dat, je dat moet negeren. Ja. Maar dat. Wat is je gevoel erachter? En dat zou ik eigenlijk aan iedereen wel... ...mee willen geven. Ja, nou, dat is een mooie, mooie afsluiting. En dan gaan we denk ik nu maar even uitrusten van dit. Heeft het je energie gekost, dit gesprek? Uh, weet ik nog niet. Weet je nog niet? Kom nee. je straks achter. Want je moet vanavond nog een potje schaken. Of je gaat vanavond nog een potje schaken. Je moet niks. Ja, maar dat is een andere gedachtegang. Oké, okay. dat is toch anders dan een interview zetten. Ik zit natuurlijk. nu heel erg in het denken in mijn hoofd. Ja. Uh, en dan zit ik in het, nu in, op het bord. Oh, maar wat een, jammer. Uh, ik dacht, ik bedoel, ik vind zo'n interview is voor mij vaak heel ontspannend. Omdat ik eigenlijk niet hoef na te denken over wat ik moet vragen. Want het komt als een soort van wolkje voorbij. En, uh, en dat pak ik dan of zo, weet je wel? Heb je, heb je heb ik, dat, die... Ja, maar elk, alles waar je het over hebt, heeft van mij allemaal associaties. Oh ja. Dus ik heb nu uh, heel veel onderwerpen in mijn hoofd. Ja. En dat dat doe je wel goed, want je, je, je richt het, maar vanuit mezelf gaat het nu alle kanten op, zeg maar. Dus ik heb zoiets van, oh dit en zus en dat kan ja. ik. En, dus um, heb ik dat nog? Kan ik dan nog zeggen? Als, ja, ik kom niet eens meer met mijn woorden. Omdat het nee, en, ik snap en, het. Zeg, <laughs> zo werkt dat dus. Oké, dan gaan we nu even lekker afschakelen. Dankjewel voor je tijd. Ja, nou ja, dank je. Ja. Ik vind het ook leuk om ja. er, ondervraagd te worden. Uh, en er zijn dus meer uh, YouTube-video's voor jou te vinden. Als je zoekt op Manouk Iris, dan vind je ze. Ja, als ik daar nog één vraag over kan stellen. Ja. Als iemand ideeën heeft over wat ik kan delen, heel erg graag. Want ik weet het van mezelf namelijk nou niet. Onderwerpen. Ja, joh. Ik, als, iemand, als je me vragen stelt, ik heb zat verhaal ja. in me. Alleen waar ik moet beginnen en waar ik over moet praten. Als ik voor mezelf spreek, dan ga ik alle kanten op. Hoe is je Engels? Ja, prima. Oké, okay, dan kan ik je misschien nog een keer interviewen voor de podcastreeks Life Without Stress. Want die bestaat ook. Ik heb in Engeland gewoond. Echt? Hoe ja. lang? Na drie maanden, maar je moet dan wel natuurlijk Engels Ja, nemen. dat moet je wel kunnen. Ja. Dus je, kan je ook, en, en denk je dan ook in het Engels, of denk je toch in het Nederlands of vertaal en je het dan snel? Ik heb niet echt spraakdenken. denken. Oh nee, je denkt in beelden. Je net ja, stelt, ja. Ik, ja ik heb wel woorden soms, maar het ja. is best wel redelijk stil in mijn hoofd qua woorden. Ja. Maar ik merk wel dat Nederlands denken en Engels denken is anders. Engels is een andere emotie. Nederlands is toch wel een wat hardere taal. Ja, absoluut. En Engels is wat vloeiender. Ja. ja, wat. Daarom dicht ik ook vooral in het Engels, want dat is, zit wat meer emotie bij en ja. Nederlands is zakelijk. Heb je ook als jij in, 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 ik noem maar wat een boek in het Engels leest in plaats van in het Nederlands, dat het totaal anders binnenkomt, omdat je niet de associaties met bepaalde woorden hebt? Dat je bij het woord bos al meteen, ik denk dan meteen aan het Steinerbos waar ik opgegroeid ben, bij het woord forest heb ik niet meteen een associatie? Uh, ik lees niet zo vaak boeken. Maar ik denk dat als ik een woord heb, dan heb ik gewoon een plaatje. Ja, ook bij Force dat... zie je hetzelfde als ik het bos zeg. Ja, want het duurt denk ik wat langer. Ik heb nu zoiets van: nou, is een bos. Maar ik, ga, ik vind het leuk om een beetje te fantaseren. Dan ga je het gewoon zelf invullen. Ja, ja, ja. Wat zou ik graag als bos willen zien in dit verhaal? <laughs> Goh. Ja, dat is. nou, Never a dull moment dus in jouw leven. Je, hebt, je, je kan van iets kleins heel groots maken, denk ik. Ja, dat is, dat is een voordeel en een nadeel. Ja. Nou ja. Dat maakt je wel uber creatief. Dat had ik bij de radio ook altijd nodig. Bij de radio is het zeggenschap gewoon... of de zegswijze van niets iets maken. Dat kan jij dus ook goed. Ja, dat denk ik oh. wel. Nou, Dan zou je misschien een goede radio-dj zijn. Denk er eens over na. Eh, we gaan afronden. Ik krijg last van mijn kont. Ik zit, zit niet helemaal lekker. Eh, bedankt. Ja, goed. Had ik al gezegd, hè? Ja. Yep.